Mensen, ik ben ontzettend blij mee dat hij terug is. Ed Cabaretto. Daar was hij dan eindelijk. Ed Cabaretto in de Goffert. Donderdagavond werd hij officieel gepresenteerd en met een sfeeractie onthaald door Legio Novio Magum. Die ochtend stond hij voor het eerst weer op het trainingsveld van NEC. En ook daar waren de supporters bij aanwezig. Directeur Wilco van Schaik is enorm blij dat Barreto hier zijn voetbalcarrière wil beëindigen. En straks ook zijn eerste stappen op een ander vlak wil gaan zetten. Daar zijn we verheugd mee, vereerd mee dat hij terug wil komen. Niet alleen als voetballer, daar gaan we ons de eerste 2 jaar op richten. Maar daarna ook dat hij zijn trainingscarrière hier bij NEC wil starten in de academie. Of het zij bij het eerste elftal, en daar gaan we ook de komende jaren aan werken. En er keert echt iemand van de club terug. Ook de supporters van NEC hebben een belangrijke rol gespeeld bij de terugkomst van Barreto. Want ook de supporters zijn van doorslaggevende betekenis geweest voor hem. Wat onze supporters hebben gedaan om Edgar te laten blijken hoezeer ze hem terug willen hebben, ook dat heeft in alle gesprekken met hem meegespeeld. Hoe zijn functie er straks komt uit te zien is nog niet bekend. Eerst maar eens 2 jaar lekker gaan voetballen. Aldus de 36-jarige middenvelder. Ik ben echt blij toen terug in Nijmegen. Wij kunnen wachten voor de tijd toen terug. Toen wij zeggen oké, wij doen. Ik wil helpen naar de club. Ik heb gezien vandaag de jongens en... Ik denk wij hebben echt goede team, echt talent. Maar ja, natuurlijk, tweede divisie is niet makkelijk. Wij moeten gewoon samenwerken en hard werken voor proberen naar de eerste 5 in de competitie. Wanneer we Barreto zien spelen in de Goffert, dat is nog niet duidelijk, maar hij is er.